Dag broeders en zusters, vandaag wou ik het eens even hebben over de evolutietheorie. Genetische fouten. Evolutie geschiedt volgens de theorie door random genetische fouten, waardoor een fout die toevallig nuttig blijkt om te overleven en voor te planten in de natuurlijke habitat zal leiden tot overerving van die fout. En uiteindelijk zal het een kenmerk worden van de hele soort. Hoe succesvoller de soort is, evolutietechnisch, hoe minder genetische fouten. Dat is mijn theorie. Waarom? Er is niet veel verandering meer nodig als je al perfect bent uitgerust om in de natuurlijke habitat te overleven en te vermenigvuldigen. Maar daarbij nog wel altijd met de noodzakelijke natuurlijke selectie. Mensen proberen alle andere mensen in leven te houden. Behouden ze oorlog en zo. Ook de mensen die zoveel fouten hebben dat ze eigenlijk te zwak zijn om te leven. Of fouten hebben die aan zich al een probleem opleveren. Dan gaat het niet eens om de kwantiteit. En de mens heeft in relatie tot dieren en planten nogal veel genetische fouten. Voor dieren geldt daarbij volgens mij dan wel weer dat alleen huisdieren, net als wij, ook meer genetische fouten hebben dan dieren in het wild. Wij zijn een overduidelijke mislukking in de evolutie. Waarom? We hebben geen goede natuurlijke selectie en niet goed uitgerust om in de natuurlijke habitat te overleven en te vermenigvuldigen. Een mens in natuurlijke staat, neem als voorbeeld iemand van het blanke ras, zou maar in een heel klein deel van de wereld relatief probleemloos rond kunnen lopen, zonder te verbranden, te bevriezen, opgegeten te worden of anderszins nadelige effecten te ondervinden. We leven bijna overal omdat we met allerlei externe maatregelen, zoals kleren, schoenen, zonnebril, huizen, medicijnen, medische ingrepen, etc., wel in staat zijn te overleven. Conclusie is mijn zin dat de mens duidelijk niet aan het evolueren is. Er zal dus ook nooit een sterke soort ontstaan, een mensensoort. Daarnaast geldt dat er voor evolutie miljoenen jaren nodig zijn. En de mens bestaat nog geen 200.000 jaar. Veel te kort voor evolutie. We zijn dus feitelijk niet aan het evolueren en zelfs nooit geëvolueerd. En de vraag waar de mens vandaan komt, hoe zijn we ontstaan, is nog nooit goed beantwoord door mainstream science. Men zou kunnen stellen dat we door een genetische fout hele grote hersenen hebben gekregen. En dat we intelligenter waren dan andere soorten, konden we dan door externe maatregelen overleven en vermenigvuldigen. Dit is alleen geen argument dat verklaart waarom de tijd van ons bestaan veel te kort is voor evolutie. En waarom wij duidelijk op een ander bewustzijnsniveau opereren dan planten en dieren. De theorie dat een intelligenter wezen op aarde is gekomen en een aanpassing heeft gemaakt aan een soort die op aarde al leefde en erg op ons lijkt, waar wij uit zijn ontstaan, die theorie ligt veel meer voor de hand. Als je daarnaast bedenkt dat door de hele geschiedenis heen, en kijk naar de Griekse mythologie, kijk naar de religies, alle andere beschavingen, doorgaans is er wel altijd een elite verantwoordelijk voor de overlevering. En het dominante verhaal is altijd van een god of goden die een mens creëren, maken. Nou, dat is natuurlijk het teken aan de wand. Natuurlijk mogen wij de waarheid nooit weten, dus zijn die verhalen gedrenkt in mythes, religies, heilige boeken enzovoort. Gedegen onderzoek door de mainstream science op deze theorie zal er niet komen. Grappig is trouwens ook dat je het dominante verhaal in meerdere religies terugvindt. Maar toch kunnen gelovigen zich maar vaak in één religie terugvinden. Zo zijn ze geprogrammeerd. Zo mist de gelover het grote plaatje. Religieuzen zijn wat mij betreft trouwens blijkbaar gelukkiger met een lager bewustzijn en intelligentieniveau. Tot slot wil ik nog kort aandacht geven aan Lloyd Parr. Vroeger een aantal voordrachten van gezien. Interessante onderzoeker. Hij concludeerde met een gevonden schedel in een grot in Zuid-Amerika, dat daar zowel menselijk DNA als een onbekend DNA in zat. En hij stelde dat de mens een hybride ras is. Een combinatie van een aards wezen met een buitenlandse soort.
Gemiddeld mens, 400 mutaties in zijn DNA. En daarvan zijn er potentieel een paar ziekmakend. Lieve mensen, dit was mijn theorie, evolutietheorie. Cheers, tot de volgende.